Wat voor gezin kom jij? Sowieso was het gezellig en warm. Mijn ouders waren, mijn vrienden kwamen dan en als we dan buiten waren geweest, 's avonds, dan wilden ze altijd zo rond de uur of 10 naar mijn huis. En ik begreep dat nooit. Tot een vriend van mij zei waarom, want hij wees naar mijn ouders. Hij zei, dat is zo gezellig, want mijn ouders zaten dan net even televisie te kijken. En dan hadden ze zo'n bordje met wat lekkere dingetjes en een glaasje wijn. En dan zaten ze met z'n tweeën. En dat hadden andere ouders kennelijk niet. Nee. Maar voor mij was dat doodnormaal. En wat deden die ouders? Mijn vader zat in de reclame en is daarna voor een drukkerij gaan werken. En mijn moeder heeft in haar eentje de VVV zo'n beetje opgericht en geleid in de Rijp. Maar actieve mensen dus? Heel actief. Als wij, dan zeiden wij, we willen kano. En dan richtten mijn ouders een kanovereniging op in de Rijp. En dan gingen wij na een half jaar er vanaf en dan zaten zij nog steeds in het bestuur. En opgeschreven met die kanovereniging. En zo ook de tafeltennisvereniging. In de film zijn er 3 kinderen in het gezin. Jullie waren dus ook met 3 jongens. Ja, ik was de middelste. Ja, en ik heb begrepen dat 1 van jouw broers is overleden. Nee. Vertel je me nou, zeg. Wat is er gebeurd? Want hij was heel jong. Hij kreeg een hartaanval. Sommige mensen krijgen dat. Maar ik had niet zoveel contact met mijn broer. Toevallig dat laatste half jaar konden we het erg goed vinden. Maar later is mijn neefje overleden. Dat was een nog grotere klap, maar die was nog jonger. Ja, shit happens.